Als gemeente willen we graag stimuleren dat vele creatieve en innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid door onze inwoners en bedrijven worden gedeeld. Om zo ook anderen te inspireren om in actie te komen. Ik roep daarom graag iedereen van harte op mee te doen en voor 25 september initiatieven en acties aan te melden. Dit kan voor de drie categorieën: jeugd tot 21 jaar, burgerinitiatieven, non-profit en ondernemers. Per categorie maak je kans op een geldprijs van maximaal 1000 euro. De onafhankelijke jury bestaat uit Jong Molenlanden, Stichting Blauwzaam en Stichting Duurzaam Molenlanden. Ze stellen zich graag aan u voor en geven u voorbeelden van duurzaamheidsacties die kans maken op de prijs. Ik ben Lisanne van Verdraaid Goed en wij ontwikkelen en verkopen circulaire producten en helpen andere bedrijven om dat ook te doen. Ik weet zeker dat er hier in de regio ook heel veel bedrijven zijn met hele mooie, duurzame producten en concepten. En ik nodig je dan ook van harte uit om jouw idee in te dienen en kans te maken op 1000 euro. Want er zijn heel veel ondernemers in de streek bezig met duurzaamheid, maar heel veel weten we nog niet. Je kan steeds duurzamer overnachten in de streek. Er zijn boeren met hele mooie duurzame innovaties of andere ondernemers, groot en klein, met heel veel mooie dingen bezig. Dus stuur jouw idee in en maak kans op die 1000 euro. Mijn naam is Cor de Groot, bestuurslid van Stichting Duurzaam Molenlanden. En heb jij als burger of inwoner van gemeente Molenlanden het afgelopen half jaar een duurzame actie uitgevoerd? Bijvoorbeeld het vergroenen van een schoolplein of regentonnen aangeschaft voor de straat. Geef je actie door en wellicht win jij de 1000 euro. Hi, Evelyn de Middag van Jong Molenlanden hier. Wij zijn er voor alle jeugd vanaf groep 7. Wij houden ons onder andere bezig met het organiseren van activiteiten en het coachen van jongeren. Als je het hebt over duurzame initiatieven, kun je natuurlijk denken aan het verminderen van plastic afval, maar ook aan kleding hergebruiken of een maandelijkse warme truidag organiseren. Kortom, alle ideeën, groot en klein, zijn welkom. Ben jij of ken jij die bedenker of doener die Molenlanden duurzamer heeft gemaakt en anderen inspireert? Meld dit dan voor 25 september via onze website.